En dan heb je door de binsters die in het mooie witte Jopik-stuur hier staat. En het Jopik-gas is bij elkaar. Dan zet ze maar in een grote gas. Dan doen ze er mee gewoon. En de wind die kan ervoor zorgen dat de roggen mooi geert dreun. Het is niet alleen voor Raalte, het is eigenlijk heel Salland. Het is het Sallands Oogstfeest. Het is nu de 71ste editie. Dus al heel wat jaren hebben we samen hier de Staplanen gevierd. Het geeft ook echt het Sallandse gevoel voor die mensen hier. Ja, 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 dat is het al, ja, eigenlijk al die jaren is het natuurlijk wel vernieuwd elke keer weer. Maar de vaste onderdelen, de Sallandse boer, de oogstkoningin en het roggenmaaien, dat blijft. Dat is eigenlijk de basis. En daaromheen worden er elk jaar weer nieuwe activiteiten georganiseerd. En hoe mooier de klap in één keer hoort, hoe beter dat is. Hier. In de derde keer. Jongens, en de burgemeester, ja, daar ben natuurlijk alle om opgericht, want die ben nieuw hier. De oorspronkelijke Mirjam Borger. Even Frank, hoe voelt het nu? Ja, heel leuk. Het is echt genieten. Gisteravond was echt een feestje om de bekendmaking mee te maken. En vandaag ook al zoveel leuke dingen gedaan. Echt heel leuk. Is het les te voeren? Dat is het voer zoals het van het land afkomt. Het mooie is, de optocht en het feest kan beginnen als het les te voeren verbieken. Ja, u bent hier op het Zorgterras aan de Kuiperstraat en we gaan hier naar de Stoppelhanenoptocht 2024 kijken. Er zijn hier van alle zorginstellingen die worden uitgenodigd door de organisatie wat voorheen de ziekenomroep was. Zij leveren de vrijwilligers en de organisatie en ze hebben koffie en krentenbrood, dus het is heel goed verzorgd hier. En mensen zitten heerlijk uit de zon zoals je ziet, allemaal lekker onder een parasolletje of een schermpje. Koningswallen, dus daar zijn we met de zonnebloem zijn hier heen gekomen. Ja. En wat vindt u ervan om hier zo vanmiddag te zijn? Ja, leuk toch? Ja. Ik vind het, lijkt me heel leuk hoor. Het is nog wel een hele tijd wachten, hè? Gewoon op de optocht. Ja, dat is zeker. Ja. Maar ja, we zitten. Het is goed weer, dus. Ja, een lekker windje. Is het wel uit te houden zo in die warmte? Ja, een lekker windje, hè? Ja. Het is niet te warm, hè? Nee. Ik ben 40 jaar weg, 45 jaar weg geweest. Ik ben nou voor de derde keer erbij. En ik vind het echt elke keer schitterend. Ik vond het vroeger al hartstikke leuk, maar ik vind het nu al net zo leuk als vroeger. Het is altijd weer genieten met z'n allen hier om even eruit te zijn. Ja. Maar het is wel lang wachten op de optocht, hè? Want die moet nu nog komen. Ja, dat is altijd het vervoer is even een ding, want voordat iedereen op de plek zit, is dat een hele logistieke organisatie. Dus we moeten zorgen dat we er op tijd zitten. En de optocht is sinds vorig jaar andersom gedraaid, dus hij komt hier als laatste langs. Maar voor ons is dat op zich ook wel fijn, want dan kunnen we rustig met de mensen plaatsnemen, rustig koffie drinken en dan genieten van de optocht.